Maar nu hebben we toch een andere vraag. Ja, het is heel spijtig, maar we hebben natuurlijk een fantastische voetballer binnen Feyenoord, Steven Berghuis. En die trekt bij Feyenoord. Ja, hoe zit je met jouw gevoel als Feyenoord-fan, Feyenoord-supporter, daar nu eigenlijk in? Nou, ik ben er eigenlijk heel blij mee. Wil je een primeur hebben? Want hij staat nog niet op mijn pagina. Oh, gaat over Steven Berghuis? Je beste speler naar de aartsrivaal. Het zou me veel moeten doen. Een speler vanuit de ploeg van een 18 jaar de schaal. Maar nooit werd hij er een van het legioen. Hij was niet van het harde werk, had maniertjes en een opgeefmentaliteit. Alleen voor FC Berghuis maakte hij zich sterk. Ik ben hem zelfs liever kwijt. Hij past daar prima met zijn arrogantie. Rotterdam was voor hem altijd al een brug te ver. Voor Pampers liggen is nu tenminste een garantie met de hoogmoed van een ster. Zonder helm voelt eerder als een feest. Eindelijk weer de mogelijkheid van eenheid op het veld. Weg met deze dissonant. Met gebrek aan teamgeest. Eindelijk weer. Het sterker door strijd dat telt. Deze jongen is altijd bezig geweest met Berghuis beter laten voetballen. Hij is nooit bezig geweest om Feyenoord beter te laten voetballen. Tuurlijk kan je statistieken overleggen. Hetzelfde als een Depay ooit deed voordat hij naar Manchester vertrok bij PSV. Als jij 30 keer op doel schiet per wedstrijd, mag je hopen dat er een keer een invliegt. Dan heb je vanzelf een keer een doelpunt te pakken. Maar als alle ballen ingeleverd moeten worden bij Berghuis en daardoor alles eigenlijk overgeslagen wordt, en als hij zijn dag niet heeft dat hij nog smerige overtredingen gaat maken uit frustratie omdat hij gewoon eigenlijk er geen reet van kan. Ja? Dus echt in potentie was het onze beste voetballer. Buiten kijf, echt, inzicht, een traptechniek, noem maar op, hij heeft alles. Maar Berghuis was nooit een Feyenoord-speler. Hij heeft nooit het onderste uit de kan willen halen, nooit het beste uit zichzelf willen halen. Het is gewoon een speler voor daar, met lekker veel leuke voetballetjes om hem heen. En dat hij gewoon daar eigenlijk geen reet aan hoeft te doen en gewoon een beetje uit kan blinken. Prima, weet je, bij Watford redde hij het ook niet. Ja, daar moest hij ook werken. Bij Feyenoord redden die het ook niet. Ja, dat ene jaar. Maar Elia, hè? Elia was de gevaarlijkste vleugelspeler die we hadden. Hij niet. Hij hobbelde mee. En Kuyt die deed nog een hele hoop werk. En toen Kuyt eigenlijk een beetje uit vorm raakte, pakte Toornstra het over. En we hadden een in vorm zijnde Jurgensen. Die eigenlijk bijna alles, of nou met mazzel was of niet, alles vloog er bijna in. Ja, zonde van die jongen dat die nu vertrekt. Ik had graag gezien dat hij met zijn mentaliteit meer voor Feyenoord had kunnen betekenen. Maar ja, blessures na blessures maakt dat hij op een gegeven moment nu weg moet. En dat vind ik ergens ook terecht. Maar ja, een Berghuis kwijt. Even serieus, alle ballen gaan naar Berghuis. We kunnen nou eindelijk tactiek voetballen. Arne Slot mag eigenlijk gewoon in zijn handjes wrijven dat hij hem niet hoeft op te stellen. Dan kan hij misschien eens een keertje die Asserkant terughalen. En Sinistera op de flank. En echt jongens de kans geven. Zo'n Balde, een Conte, noem maar op. En misschien gaat hij wel gewoon zoals de eerste wedstrijd 4-4-2 spelen. Nou, dan hoeft hij ook geen Berghuis neer te zetten. Dus ik denk gewoon, Steven, veel plezier in de hoofdstad. Dat is eigenlijk waar je al gewoon vanaf het begin af aan had moeten tekenen. Zuid gaat hem niet missen. Echt niet. Ik ben ervan overtuigd. Goed. Dit was Ruben van Heuvel over Feyenoord Berghuis. Goed. Bedankt kijkers. Tot gauw. Ruben van Heuvel gaat trouwen binnenkort. Dus we wensen hem heel veel geluk, heel veel liefde. Ruben, heb je misschien nog wat te zeggen voor mijn kijkers op mijn YouTube kanaal Martino Voetbal? Nou, je weet, dit knoppie, maar het abonneren zit er ook bij, hè? Dus geef die jongen gewoon lekker even gewoon wat extra volgers, dat hij gewoon voor meer mensen vooral gewoon dit leuke programma kan voortzetten. Rotterdam, jullie krijgen het dadelijk ook op mijn pagina te zien. Abonneer even op deze lieve man. Toppie. Ruben van Heuvel, bedankt jongen. Klasje. Een echte Rotterdammer, dichter van Zuid, Ruben van Heuvel. Toppie! Tot de volgende keer! Ze schijnen daar als bakens in de verte. De 1000 lampen